Ja, dat is 3 jaar echt vechten voor die monobob. Waarin iedereen zegt, monobob dit, monobob dat. Die vinden dat eigenlijk helemaal niks. En ik denk, ja, maar ik vind het leuk. Het is de moeilijkste discipline om te besturen. Ja, dan is dat hartstikke tof dat je er gelijk bij de top bij hoort. En aan de andere kant denk ik, ga er maar eens in. Want dan merk je pas echt hoe ontzettend gaaf het is en hoe snel het gaat. En een beetje die adrenaline kick. Het is nog toffer dan de achtbaan. Is het niet eng? Ja, de eerste keer is altijd een beetje eng, maar gezonde spanning noemen we het. Voor Beijing staan de koffers nog niet klaar. We hebben nog een paar wedstrijden in Europa te gaan. Maar het geeft heel veel rust dat ik straks die koffers wel mag gaan pakken voor Beijing. Het is al een rare spelen wat gaat komen met de COVID-maatregelen en zo. Dus het is vooral echt zaak voor mij ook om te genieten. Want dat levert mij gewoon ook de positieve resultaten op.